Hey, ik ben Sam en in deze video gaan we kijken naar de Transformer boeken van Asus. Natuurlijk is dit een video bij een geschreven review op Tablets Magazine, dus wil je uh, alle informatie daarover zien, kijk natuurlijk ook even op de review op tabletsmagazine.nl. Goed, de versie die ik heb is een 13,3 inch uh, tablet-notebook hybride. Dat betekent dus dat het tablet gedeelte of het schermgedeelte losgekoppeld kan worden van het toetsenbord... Toetsen het toetsenbord, doc en dat je dus een aparte tablet overhoudt. Dat is 13,3 inch en dat is natuurlijk vrij groot voor een tablet. Uh, maar goed, uh, misschien nog net op het randje om ook echt als tablet gezien te, te kunnen worden. Die 20 inch apparaten, dat zie ik dus echt niet meer als tablet. Maar de, uh, dit ding in principe wel. Gemaakt van luxe materialen. Als we eerst gewoon kijken naar, uh, naar het tablet gedeelte, zie je dat hij gemaakt is van glas en van aluminium. De achterkant is van een soort grijs metaal. Het uh, is dus aluminium een beetje anthracite kleurig. En het 13,3 inch scherm heeft een full HD-resolutie. Dat betekent dus 1920 x 1080 pixels. En dat is uh, ja, helemaal niet misselijk. Een mooi IPS-scherm zit erop. En als we dan gewoon even wat knoppen en aansluitingen bekijken, die op het tablet zelf zitten, zien we aan de voorkant een webcammetje. Aan de achterkant zit ook een camera, 5-megapixel camera. En uh, die zit er boven een grote gril, want uh, deze tablet. Die draait op een i5 processor met 4 GB aan RAM en 128 GB SSD-schijf erin. Dus het is een Windows 8 computer als, als zijnde een computer. En dan heb je een, ja, een grill nodig om die fans te kunnen gebruiken om, het, om de warmte van het apparaat weg te kunnen laten gaan. Erg belangrijk natuurlijk om te weten. Maar gewoon inherent zeg maar, aan het systeem als je op een i5 processor draait. Goed, uh, verder op de tablet zelf. Zit natuurlijk een aan en volumeknop. Uh, Microfoontjes zitten aan de linkerkant. En aan de linkerkant vind je ook een micro-HDMI en een plek om je koptelefoon op uh, aan te sluiten. Aan de rechterkant uh, zit dan eigenlijk alleen een heel dun gleufje waarvan ik niet weet waarvoor die is. Uh, en aan de onderkant vind je dan. Een, uh, even kijken, vind je twee sloten zeg maar, om te dokken aan het. Uh, aan het keyboard dock dat werkt natuurlijk wel en moet natuurlijk verbonden worden maar er zit ook een micro SD slot om het geheugen van de tablet zelf uit te breiden dus dat is in principe uh, voor een tablet al helemaal niet misselijk missen natuurlijk wel een USB port op de tablet zelf maar voor dat soort dingen is natuurlijk het keyboard dock meegeleverd of in ieder geval heb je dan natuurlijk dat keyboard dock en omdat het een 13,3 inch computer is, hebben we het hier over een serieus formaat keyboard dock ook. Met een volledig formaat toetsenbord. Uh, de toetsen zijn gewoon erg goed. Uh, het is een island-stijl toetjes, zoals we dat eigenlijk bij de meeste moderne computers nu wel zien. En het is een backlit keyboard. Dus de toetsen zijn verlicht vanaf de achterkant. En dat is gewoon zeker in schemering en in het donker erg fijn type. De toetsen uh, zijn gewoon echt prima. Ik vind het een van de fijnste, misschien wel het fijnste toetsenbord waar ik op een Windows 8 machine uh, mee gewerkt heb. De travel, hè, de mate waarop je die toetsen in kan drukken, is niet enorm hoog. Maar in principe prima, want de weerstand is vrij goed. En uh, nou ja, goed, ik heb hier uh, zonder enkel probleem fijn op kunnen tikken. Zit er zit natuurlijk ook een trackpad en muisvlak. Muisvlak voor Windows 8 of voor Windows machines blijft altijd wat lastig. Maar deze is meer dan uh, respectabel. Werkt prima. Ik heb maar soms dat hij eventjes stoort of dat hij niet reageert. En of het nou hardware of software is, weet ik niet. Maar het blijft gewoon een probleem met iedere Microsoft machine of met iedere Windows machine. Uh, trackpads zijn gewoon niet super goed meestal. Goed, je kan scrollen met twee vingers. En natuurlijk ook allerlei Windows 8 swipes. Van links naar rechts en van rechts naar links en van boven naar beneden. En dat soort dingen wordt allemaal ondersteund. Maar uh, bij veel van die transformerbooks of van die hybrides, dan houdt het zo'n beetje op met een paar aansluitingen op, uh, op het keyboard dock. Deze is toch wel wat uitgebreider. Er zit een 500 gigabyte harde schijf bijvoorbeeld in. Um, en dat is natuurlijk uh, ja, hartstikke fijn om natuurlijk meer geheugen te hebben en gewoon data op te slaan. En daar heb je niet per se een SSD voor nodig, want als het gewoon grote data is, is een langzame schijf zoals dit het is, is in principe redelijk uh, tot gewoon perfect bruikbaar. Nou, als we aansluitingen kijken, zien we aan de linkerkant plek om een ding op te laden. Een SD-aansluiting, of een, hoe noemen we dat? Een SD-kaart, laser. Dus volledig formaat voor je camera, bijvoorbeeld. Uh, en aan de linkerkant zitten dan twee USB 3.0-poorten, een DisplayPort en een ethernet poort Dus een plek om je Ethernet-kabel aan te sluiten. Even kijken, nou, aan de onderkant zitten dan ook nog twee ja, speakertjes. Dus in totaal heb je vier speakers met deze tablet. Uh, maar dat werkt niet allemaal tegelijk met elkaar, uh, want sowieso moet je wat keuzes maken, want in dat keyboard dock zit dus ook een accu en die accu wordt gebruikt om eigenlijk het keyboard dock aan te drijven. Dus de harde schijf en de extra poorten en dat soort dingen. Die verlengt dus niet per se het leven van je tablet combinatie. Je kan wel kiezen in de instellingen om te zeggen van, goh, uh, beste accu, gebruik alsjeblieft uh, je stroom om het tablet langer te laten werken. Maar dan moet je wel rekening mee houden dat de harde schijf en de aansluitingen op het keyboard dock niet meer werken. Tablet en keyboard dock zijn met elkaar verbonden via een scharnier. Dit is een bekend uh, ja, systeem zeg maar, van Asus. Helaas uh, is die niet super stevig, of in ieder geval het zit natuurlijk wel stevig in elkaar. Als je erin klikt zit dat gewoon goed vast. Alleen het scharnier is even net te smal of te klein, zeg maar, om uh, het toch wel relatief zware tabletgedeelte goed op zijn plek te houden. Er is net een beetje te veel ruimte om te wiebelen. En dat had dus wat mij betreft wel ietsjes groter mogen zijn om uh, ja, dat probleem niet te hebben. Dus dat is toch wel een beetje jammer. Oké, okay, goed. Dit is dus een Windows 8 systeem. Windows 8 is ons uh, nu wel bekend. We hebben natuurlijk de moderne omgeving waar de standaard apps te vinden zijn voor browser, e-mailen, weerberichten en dat soort dingen. Apps die je kan kopen of downloaden in ieder geval in de Microsoft Store. En in de Microsoft Store vind je dus een hoop apps uh, die je in die moderne omgeving kan draaien. Het aanbod is niet super groot, maar groot genoeg. Uh, voor, de meeste, ja, voor de meeste standaard toepassingen. Echt moderne. En nieuwe apps vind je meestal nog wel als eerste op iOS en Android. Goed, dan is er natuurlijk ook de desktop omgeving. En aangezien het hierover een. Ja, 13,3 inch i5, 4 gigabyte RAM, 128 gigabyte SSD, plus 500 gigabyte HDD in de dock. Gaat, ja, hebben we hebben het over een serieuze computer waar je dus uh, ook in de desktop omgeving vaak kunt werken. En uh, het is meer dan krachtig genoeg om het allemaal aan te, aan te drijven. Dus je kan hier de software in de .exe, weet je wel, de, de ouderwetse vorm zeg maar installeren. En dat werkt eigenlijk allemaal gewoon helemaal naar behoren. Um, goed om te weten is dat die HD-resolutie, die werkt op zo'n 13,3 inch scherm, werkt het gewoon een stuk beter dan op kleinere schermen. Windows 8 is niet heel erg goed in het scalen zeg maar, van uh, software, zeker niet van software van derde partijen. En uh, ja, dan is zo'n 13,3 inch scherm gewoon groot genoeg om al die pixels uh, op een fatsoenlijke manier weer te geven, zonder dat je dus echt heel kleine lettertjes krijgt of heel kleine elementen in je software. Dus eigenlijk al met al is dit een heel interessante uh, Apparaat um, Als tablet zelf vind ik het wat groot, maar op een bank bijvoorbeeld is het op leuk om eventjes een, uh, een spelletje te spelen of even te browsen met dat ding. Uh, ik merk toch wel dat ik hem eigenlijk altijd in het dock gebruik en dan ook nog vooral veel in de desktopomgeving. Um, ja, daar leent hij je toch het beste voor. Dus ben je in de markt voor een serieuze laptop-tablet combinatie, dan is die uh, Transformer Book toch wel heel erg interessant om te overwegen. Het is niet goedkoop met 1300 euro. Uh, maar daar krijg je krijgt natuurlijk dan wel een hoop aansluitingen en extra's voor. Qua batterijduur moet ik nog even zeggen dat het me een beetje tegenvalt. Het hele pakketje weegt zo'n 2 kilo en is vrij groot. Uh, en dan nog gaat het maar in combinatie. Uh, laat zeggen, tussen de 3 en 4, 4 uur mee. Je kan natuurlijk kiezen, dus in uh, de instellingen of je het uh, dock laat zeggen. Uh, dat wil verlengen, zeg maar, doordat de tablet wat langer te gebruiken. En dan heb je er een uur tot twee uur bij. Dat is allemaal niet echt heel erg goed. Maar in principe gewoon uh, ja, prima voor het, het type apparaat wat het is. Um, goed, uh, Asus lijkt te werken aan een 10-inch versie. Er is een 11-inch versie, maar die wordt niet verkocht in Nederland. Dus uh, ja, op dit moment moet je het doen met een 13,3-inch versie. Dus nogmaals, ben je in de markt voor dit type apparaat. Is het zeker de moeite waard om te overwegen... Goed, dat is mijn kijk op de ASUS Transformer boek. Lees natuurlijk ook de geschreven review op tabletsmagazine.nl. Heb je een vraag, laat hem daar achter onder, onder de review of hier op YouTube. Dat was hem weer, tot de volgende keer.